In de vorige aflevering moesten we naar de bibliotheek en het opnemen tegen deze bizarre piano-spelende spoken. En terwijl Quibus ze onderzoekt, moeten wij de missie A4 bol van bedrog doen. We krijgen te maken met allemaal gekke illusies. Weet je, Luigi, sommige dingen in deze wereld zijn gewoon te vreemd om waar te zijn. Sommige dingen zijn wel echt, maar andere zijn illusies. Hij wil mij iets laten zien. Wat is dit? Is dit een illusie? Dit is een bedrogbol. Een paranormaal object dat illusies tevoorschijn tovert. En in het duistere huis heeft iemand heel van die dingen laten rondslingeren. Daarom zijn sommige voorwerpen in het huis tot harnas aan toe plotseling verdwenen. Maar ze zijn er nog steeds. Gelukkig heb ik een speciaal hulpstuk voor je spookzuiger 5000 ontwikkeld. Een speciale UV-lamp. Dat is een handig dingetje dat illusies opheft en zichtbare objecten weer zichtbaar maakt. Of onzichtbare objecten zichtbaar maakt. Nou, dat ding moeten wij dus gaan zoeken. Want natuurlijk ligt dat ergens in het huis omdat Quibus hem daar vergeten is. Ik mag hem weer gaan ophalen hoor. Natuurlijk, maat. Natuurlijk. Hij is te vinden in een oplaadstation. Eens even kijken waar we naartoe moeten. Naar voren en dan naar links. Oké. Kijk, die harnassen staan er nu wel weer opeens. In de vorige aflevering waren ze opeens verdwenen en nu zijn ze er inderdaad wel weer. Oké, dus dan moet ik hier naar... Nee, wacht even. Ja, pak het goud maar even mee. Maar we moeten in ieder geval hier naartoe. En dan deze deur. Want daar ben ik al een keer eerder geweest. Toen vroeg ik me af wat ik daar moest doen. Oké. De deur is opeens verdwenen. Top dit. Ik ga hier wel even doorheen kijken. Dat bord beweegt weer. Oké, als ik nou hier weer dat behang weghaal, net als in de vorige aflevering of twee afleveringen geleden... Kon ik hier naartoe? Kan ik dan vanaf hier bijvoorbeeld daar naartoe? Nee. Zijn ze hier nog aan het schilderen? Nee, dit is ook verlaten. Ja, lekker dan. En nu? Via deze kamer kan ik er ook niet naartoe, denk ik. Hier kan ik... Hier is ook een deur. Hier is ook een deur. Daar heb ik dus de UV-lamp voor nodig. Quibus, kan je me even helpen? Kijk, nu bel je eindelijk een keer op het goede moment. Luigi, zie ik dat goed? Is de deur naar het laboratorium verdwenen? Er is vast een andere manier om die kamer binnen te komen. Ja. Dat dacht ik ook al. Anders kan ik... Dan zit er een bug in het spel. Dan kan ik nu niet verder, hè? Misschien van bovenaf. Zo'n etage omhoog gaan, hè? En dan precies boven die kamer naar beneden vallen of zo. Oh, nee. Niet weer dit gezeik. Ben je er nou weer? Hé, dit hebben we al een keer gedaan, hè? Hallo, Bul. Kom eens hier. Jullie kunnen wel stoer doen tegen mij, hè? Kunnen wel stoer doen tegen mij. Maar ik trek uiteindelijk aan het kortste eind. Wat is het idee? Kom maar. Kom er maar uit. Hier. Hier komen jij. Dank u. Nog één. Nog twee zelfs. Oké, jullie zijn met veel. Jullie zijn met veel. Doe maar. Kom maar. Eentje hierin, hè? Ja, wist ik wel. Had ik al gezien, hoor. Kom. Kom in mijn stofzuiger. Wat een idee. Zo, en nu gaan we naar boven. Maar het is denk ik wel een teken dat ik op het goede spoor zit. Ik denk dus wel dat ik echt hier naartoe moet. Door deze deur. En dan door de achterste deur. En dan via hier moet ik denk ik ergens naar beneden. Zat hier niet ook een open haard? Ja, zie je wel? Ik moet door de open haard. Ik wist het. Bedrogbollen. Halen... De klok opeens weg. Ja, ik wil gewoon daar doorheen naar beneden. Kan dat? Kom op, luig. Ja, zakken maar. Wat ziek idee. Kijk, toppie. Hier moest ik zijn. Iets zachtere landing had op zich ook wel fijn geweest, denk ik. Maar geef niet. Oh, is dat de UV-lamp? Is die nu opgeladen? Dat is wat we moeten hebben. Kijk. Wat een prachtige lampie. Oh. Er zit een spook op met een UV-bril. Of een zonnebril. Of allebei. Nee. Hebt hij nou gewoon dat ding gejat? Kom eens terug. Kom eens terug, jij. Hier, terugkomen. Maar ja, ik... Oh, kijk. Ik kan hem natuurlijk alleen flashen op het moment dat hij zijn zonnebril afzet. Moet even timen. Kijk. Oh, nee. Kijk, gaat hij stoer doen? Ah, nee. Hallo? Doe dan... Ik moet denk ik gewoon wachten. Oh, of ik kan hem gewoon opzuigen. Oh, ik moet zijn zonnebril wegzuigen. En dan plots. En dan... Ja, dat kan ook. Ja? Oh, er zijn er nog meer. Er zijn er nog meer van deze droeftoeters. Kom hier, jij. Geef me je zonnebril. Hoppa. Let's go. Ga je pakken. Lekker. Laatste. Nog één. En die hebben we ook. Lekker. Nice. Tenminste, ik denk dat het de laatste is. Ja, en die had dat ding. Lekker. De UV-lamp, die hebben we binnen. Schroef hem er maar op. Hoppakee. Upgrade alles. Lekker. Oh, ja. Past het? Ja, past het? Oké, het past. Kijk. Dit is wel een ziek lampje, man. Een regenbooglampje, alles. Dat is wel modern. Oké, UV-lamp gevonden. Quibus belt. De booswicht die de bedrogbollen heeft losgelaten, weet de parascoop te ver... Wat? Wacht eens, is dat... Heb je de UV-lamp gevonden? Ja, probeer hem maar eens uit met ei. Ik weet zeker dat er illusies te vinden zijn. Oké, cool. Oh, maar de batterij gaat wel... Waar? Waar zijn de illusies? Hier? Ik dacht hier. Ja, kijk hier, een kist. Wow, zoveel bedrogbollen. Let's go. En dan kunnen we deze openmaken. Er zitten hartjes in. Oké.
Nou, prima. Maar ik had wel op meer gehoopt, als ik heel eerlijk ben. Nee, de deur natuurlijk. Die moeten nog de deur maken. En dan de bedrogbollen weer. Top. Hoppakee. En de deur is weer terug. Lekker dit. Oké, dan. Oké, nou weet ik dus dat hier aan het einde van de gang sowieso een deur was. Waarvoor bel jij nou weer? Uitstekend, Luigi. Ik hoef je niet meer te vragen daar weg te gaan. Je hebt zelf de deur al gewezen. Ja. Genoeg gegrapt. Heb je dat griezelige gelach gehoord? De booswicht, die de drogballen heeft losgelaten, heeft er behoorlijk veel lol. En de paroscoop heeft momenteel kuur. Dit is aan jou om te vinden en te stoppen. Laat dat maar aan Luig over. Want Luig heeft sowieso hier een deur gezien. Kijk. Ja. Gaan we hier naartoe? Oh, dan gaan we niet hier naartoe, want die deur zit dicht. Kan ik hier iets mee? Kan ik hier een sleutel toveren? Ja, ik denk het wel. Kijk eens. Ja, in het schilderijtje. Lekker. En kunnen we dan met die sleutel deze deur openmaken? Ja hoor. Top dit. Kijk. Soepel. Oké, en wat is hier dan? Oh, we zijn nu buiten. Oké, we kunnen naar binnen kijken. Iemand is daar lekker met een deegroller over een visje aan het... ik weet niet wat aan het doen. De vis aan het plat maken of zo. De appels en de peren die staan te dansen. Wat gebeurt er hier in de keuken? We zijn er al een keer geweest. Hier kan ik ook even naar binnen kijken. Ik hoor allemaal geluiden, joh. Iemand is hier lekker aan het kamen, man. Ik zie niks, maar ik hoor het wel. Kan volgens mij niet naar binnen. Nee. Oké. Nou, dan zullen we dus eerst buiten naar hints moeten zoeken. Misschien kunnen we deze laten draaien. Ja, er komen vooral muntjes vanaf. En heel veel, nog meer geld. Oké. Word ik altijd blij van, hè, muntjes. Word ik altijd blij van. Hier is een deur waar we naar binnen kunnen. Kom maar hier met die ballen. Ja, hier nog één. Top. En hier is nog een puinhoop. Oké, maar wacht even. Ik ben nog niet klaar hier in de tuin. Ik wil eerst even kijken. Eerst even rondneuzen hier. Oh, sorry. Ik heb een vogel opgezogen. Hier. Oh, kijk. Een beeld van Kawibus. Wat doet dat daar nou weer? Waarom is dat daar? Oh, shit. Ik wil gouden vogel. Kom. Pak die gouden vogel. Lekker. Oké. Gouden vogel hebben we te pakken. Maar wat is dit? Waarom staat hier een Kawibus beeld? En waarom kan ik dit laten draaien? Oh, dan gaat Kawibus op zijn verhoging. En dan hebben we een sleuteltje. Aha. En met het sleuteltje kunnen we waarschijnlijk de keuken in. Maar laten we eerst even kijken waar we uitkomen als ik hier naartoe ga dan. Kijk, superveel spinnen. Allemaal golden spiders. Oh, shit. Moet ik hem alleen niet op mijn teen laten vallen, die golden spider. Ik vind dit uiterst discutabel. Nou, doet er verder niet toe dus blijkbaar. Het klopt toch niet? Als ik hier binnen ben, dan moet ik toch door kunnen lopen? Oké, ik ben nu in de war. Kijk, hier is wel iets. Oh, kijk eens. Oh, ik ben nu... Oh, achter het aquarium en ik heb hier gewoon een juweel gevonden. Ik dacht dat het klopt niet. Het kan niet zo zijn dat dit het enige is wat ik hier kan doen. Nice. Oké, nou, dan hebben we dat ook gehad. Kunnen we nu hier naar binnen? Richting de kitchen. Stop de sleutel in het slot. Oké, dan nu het mysterie van de keuken. Hey, daar is een spook. Dat is spook nummer 1. Let's go. Hoppakee. 2 voor de prijs van 1. Oh, wacht even. Ja, die hebben we ook te pakken. Lekker, de kok. Ja, zo. Lekker snoepen. Ja, en dat was het alweer hoor. Dat was hem alweer. Oké. Nou, laten we eens kijken of hier nog mysterieuze dingetjes zijn. Dat is hier niet echt. Alhoewel, ik die koelkast echt voor geen meter vertrouw. Daar zit ook een diamant in. Ja, dit moet ik denk... Oh, wacht even. Hier, deze diamant kunnen we natuurlijk hier ergens in een vuur houden. Tenminste, als hier ergens vuur is. Is hier vuur? Is hier geen vuur? Ja, dan moet ik denk ik dit afschieten een keer. Maar ik heb nog geen schietkracht. En ik denk niet dat ik deze mee kan nemen ergens anders naartoe. Ik denk dat ik hier later voor terug moet komen. Oh, wat is dit? Een hondenbot. Oké, een gouden hondenbot. Je hebt daar iets speciaals gevonden, Luigi. Je hebt meer kans op zo'n bot te vinden als je een hoop schatten verzamelt. Ik heb het gevoel dat je later misschien goed kan gebruiken. Ja, dat heeft met die hond te maken natuurlijk. Met mijn mat, die hond. Of betekent dat ik een keer dood mag gaan? Dat kan ook, hè? Ja, in ieder geval, ik kan hier nu even niks mee, denk ik. Nogmaals, ik kan die niet meenemen en door de deur. Nee, dat is jammer. Of zou ik hier ergens vuur kunnen illusioneren? Dit was toch... Moet ik deze niet even open doen? Toch? Ik dacht dat dit was natuurlijk een oven. Kijk! Ja, dus toch. Niet te snel opgeven. Even logisch na blijven denken. We hebben gewoon 2 kristallen gevonden in 1 video. In 1 hoofdstukje. Hoe lekker is dit? Oké, anyway. We moeten nu hier naartoe. Oh, dan zijn we in de bibliotheek. Oké, wat moet ik nu doen? Vang degene die de bedrogbollen loslaat. Oh ja, oké. Nou, dan moeten we die maar eens even op gaan zoeken, hé. Oké. Ik ga zoeken. Blijkbaar heb ik gewoon een uitstapje gedaan. Moet er dan gewoon terug naar hier de hal? Is die hier ergens dan? Kijk, hier is namelijk ook weer wat verdwenen. Hier stond de kast. Zie je wel? Let's go. Pak de bollen. Komt alleen niks uit. We schieten daar niks mee op. Oh, hier trouwens. Dit fontein. Die is ook weg. Moet ik niet gewoon zoveel mogelijk nu herstellen? Zou dat misschien het ding zijn? Moeten we gewoon alle bedrogbollen zien te fixen? Kijk, de fontein is nu ook weer terug. Ik ben nog niet in deze kamer geweest nu. Zou die lekker zitten te poepen?
Kijk, hier gebeurt wel weer wat. Ja, of gebeurt dit gewoon standaard? Dat kan natuurlijk ook. Als je in een ruimte komt waar je eerder geweest bent, waar spoken zaten in een ander hoofdstukje, dan zitten die in dit hoofdstukje ook weer verspoken. Dat zou ook kunnen. Hallo? Wow! Wow, yo! Waar zijn we? Wat is dit? Kunnen we gewoon kistjes openmaken? We hebben hier 40 seconden. Oh, wacht. Misschien kan ik hier dan... Kijk, daar staat ook een kist. Snel, snel, snel. Pak die bollen. Pak die bollen. Pak die bollen. Oh, oké. Okay. Ik weet niet zo goed waarom en zo, maar we hebben blijkbaar een bonus ding gevonden hier. Helemaal nice. En nu? Oh, nu hebben we dus ja, extra monies. Nou, niet voor niks geweest dat we hier naartoe zijn gegaan. Zou dat komen omdat we dat hondenbot hadden? Nee. Die hebben we nog steeds. Wow, ik heb opeens een gouden spook hier in de garage gevonden. Pak hem. Pak hem. Lekker. Hier is er volgens mij ook nieuw. Nou ja, dan de voortuin. Maar het lijkt me zo sterk dat hier dan wat is. Ik hoor wel een geluid trouwens. Hier het hek. Maar daar is niks mee. Hier is nog wat. Ja, en hier hangt een bol in de lucht. Oké. Okay. Dit fonteintje ook weer hersteld. Waar zit die droeftoeter verstopt, jongens? Oh. Wacht even. Oké. Okay. Misschien moet ik hier weer terug omhoog door de voedsellift. De eetkamer, ja, daar zijn we volgens mij nog niet geweest. En dit, oh, in dit hoofdstuk, kijk, er gebeurt iets. Oh, joh, dit is een boe. Doet die boe dat allemaal? Ja, hoor. Dit zal ook weer dus geen boe zijn. Die tovert die tafel weg. Ja, hoor. En die gaat ook gewoon weer lekker naar buiten. Hè? Die denkt, doei, ik ga gewoon lekker er vandoor. Veel plezier ermee, hier. Oké, okay, is goed. Kom maar. Kom maar met die bolletjes. Ja, top. Zijn er nog meer? Hier nog twee. Oh, oké. Okay. Die gaan weer in de tafel. Kom, kom. Tempo. Tempo. Ik heb niet heel de dag de tijd. Lekker. Oh, en de tafel is weer terug. Oh, en dan denkt Boe, ja hallo, dat is niet de bedoeling. Ik heb net die tafel weggetoverd. Hoe kan die hier nou weer staan? Ja! Kom dan. Kom vechten dan. Kom dan, Boe. Ik pak je. Ik pak je. Oké. Okay. Nee, ik moet even kijken waar die is. Oké, okay, maar daar is nog wat. Wow. Wat is dit? Jeetje, doe eens even rustig. Ik was gewoon eventjes met mijn UV-lampje hier aan het spelen. Hè? Daar was die. Moet ik hem hier weer terugtoveren met mijn UV-lampje? Ja, kijk. En dan kunnen we hem gaan vangen. En dan kunnen we hem gaan vangen aan zijn tong. Hoppakee. Gooi hem opzij. Pie. Doei, boe. Doei. Oh, is die? Ja, hij is hier. Hij is hier. Ik zie hem niet meer. Ik zie hem niet meer. Ik zie hem daar. Pak hem. Ja, aan zijn tong. Wat ziek idee! Arme boe. Ik vind het ook wel zielig, ergens. Ik vind het ook wel een beetje zielig dat ik hem nu in mijn stofzuiger, in mijn spookzuiger 5000 heb gedaan. Maar hé, ja. Moet hij mij niet al die gekke bolletjes overal de lucht in slingeren? Gaat het wel, Luigi? Jamie, nee, wat deed die boe hierin? Gelukkig had je de UV-lamp bij, anders was het vast niet goed afgelopen. Hoog tijd om je terug te halen. Nou, inderdaad, ik heb een lange tijd lopen zoeken naar van alles en nog wat. Maar we hebben de boel gevangen. Lekker. Uitstekend. Ik ben dolblij dat mijn UV-lamp echt werkt. Nou, ik ook. Anders had ik een groot probleem gehad met Luigi. We hebben weer wat nieuwe juwelen gevonden. En een nieuwe spook gevangen. Gouden. Een nieuwe boel gevangen. Zo. Best wel veel money ook. Lekker. We zijn nu bijna bij die upgrade. De tumultoren is nu beschikbaar. Deze spookachtig spannende toren vol schatten en griegels wacht op jou en je vrienden. Je vindt deze nieuwe spelstand in de bunker. Het baart me zorgen dat in het duistere huis een boer rondspookt. Want boers voorspellen niet veel goeds. En vooral niet als ze samenscholen. Als je er nog meer ziet, zorg dan dat je ze meteen vangt. Mijn kluis bevat een speciaal gedeelte voor de boers. Ik had een machine. De portretifica. Hé, wacht eens even. Want de parascoop doet vreemd. Er is iets mis, Luigi. De signalen van het duistere huis zijn... Ogenblik, ik moet het even uitvlooien. Ja, en dan word ik natuurlijk daar weer naartoe teruggestuurd, hè. Ik weet alweer hoe dat gaat. We moeten een spinnenschoonmaak gaan houden. Dus dat gaan we weer doen in de volgende aflevering. Wil je daarbij zijn? Abonneer en doe het duimpje omhoog dat ik weet dat je deze video's leuk vindt. Dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!